Dames en heren, we zijn toegekomen aan kandidaat nummer 2. En dit is de jongste. Zij is de jongste kandidaat van vanavond. Er gaat al wat gezoem hierop in de zaal. Maar ze zal zeker niet onderdoen voor de wat oudere kandidaat-collega's. Voordat ik ze aankondig, eerst een filmpje. Of ik zenuwachtig ben? Nou, ik ben eigenlijk word ik met de week ietsje zenuwachtiger. Omdat ik het ook gewoon leuk begin te vinden. En ik wil het eigenlijk ook gewoon dan perfect doen, natuurlijk. Wat muziek voor mij betekent. Ik vind het fijn om muziek te luisteren als ik op school ben. Als ik onderweg ben naar school met de bus. Omdat ik me dan heel goed kan uberfocussen op het werk wat ik graag wil doen of afmaken. Ja, zij is werkzaam. Zij is werkzaam bij de meest klantvriendelijke sparwinkel hier uit de hele verre omgeving. Dat heb ik tenminste althans genomen uit de krant en vandaag op de Doornenburger, hè? Was headlines, waren dat. Maar blijft het orkest haar ook wel vriendelijk als ze niet meer de juiste maat blijft aanslaan? We gaan het meemaken, we gaan het zien. En met het muziekstuk Blurred Lines van Robert Thick is hier Nadine Vis.
serieuze fans, Nadine? Nadine, ja. Wat ging er door je heen? Nou, ik was echt keizenuwachtig. Maar ik vond het wel echt heel leuk, ja. Hoe kijk je op terug op de afgelopen periode? Nou, eerst dacht ik, oh, dat lukt me wel. Maar toen dacht ik, nou, toen ik de eerste keer gerepeteerd, toen dacht ik, nou, ik moet echt aan de bak, want ik ging nog wat anders. Wat viel er tegen aan het begin? Nou, je moet echt tellen, en dat vergeet ik nog wel eens. Dus dan moet je 1, 2, 3, 4, en dat vond ik wel echt het moeilijkste. Ik heb je vandaag gezien in de winkel bij de Spar, met brood. Was je die bolletjes ook aan het tellen? 1, 2, 3, 4. Nee, die hoef ik niet te tellen. Wat is het meest bijgebleven in de afgelopen periode? Ja, dat ik het eigenlijk wel heel leuk begin te vinden. Dat ik wel denk van nou. Ja. Zit er nog een vervolg in hier op. Nee, je moet op je hoogtepunt stoppen. Dus duidelijk. Je staat hier bovenop de bok. Heb je de jurycommentaar meegekregen van jouw collega Leonard? Ja, heel eventjes, maar ik dacht even rustig. Ja. Het kan best pittig zijn, daarom hebben we ook een speciale bokje neergezet. We hebben hier een speciale beugel, een speciale frame, die is gemaakt door installatiebedrijf Peren. Die hebben ze daar geschonken, die kun je goed nog vasthouden. Ja, dat mag wel geplat worden. En de bloemen die je ook hier aan vastziet en elders hier in de zaal, die komen van bloemsierkunst rond Thijssen. Dank daarvoor. Nou, hou je vast, want ik ga naar de jury. Blijf staan, hè. Heren, ze willen op het hoogtepunt stoppen. Geert. Ja, dat vind ik een hele verstandige uitspraak. Maar wat me vooral ontroert, is het jeugdige enthousiasme. Heerlijk. Dank je wel. Hoogheid. Onderaan. Nou, je houdt het nog vast, hoor. Ik dacht, toen je net aan het dirigeren was, ik denk, nou, duurt niet lang, daar gooit ze stokje weg, dan gaan ze gewoon staan dansen. Je ging er echt helemaal in op. Echt supermooi. Tot slot, Emiel. Ja, ze is ontzettend ontwikkeld. Ik denk, ik ga het helemaal niks vinden. De eerste keer trok ze helemaal wit weg. De eerste keer de cursus. Ik denk, maar ze vond het maar steeds leuker en leuker. Dus dat vind ik heel bijzonder. En je ziet me niet. Ze heeft, technisch is het steeds beter geworden. Want ze heeft echt dingen aangegeven. Ze heeft mensen aangekeken. Ja, misschien heeft de vader een beetje geholpen. Want af en toe zag ik wel. Maar dat maakt niet uit. Het doel is bereikt. En nou, technisch was het ook heel goed en heel erg vooruit gegaan. Dus er zijn wel mogelijkheden in de toekomst. Goed om te horen. Dank jury. Nadine, hartelijk dank voor je optreden. Ook jij mag plaatsnemen in onze green room. En genieten van de rest van het programma. Dankjewel.